Hartelijk welkom allemaal in de Boekenberg vandaag. Vandaag is een hele speciale dag. We vieren de lancering van Sylvia's tweede boek. Jullie kennen Sylvia waarschijnlijk wel. Zij heeft een lingeriezaak hier op de Voorstraat, Miss City. Ik wil burgemeester Salet, onze bibliotheekdirecteur, toch een beetje verscholen, Victor Tissen, eventjes bedanken. En u natuurlijk dat u hierbij aanwezig kunt zijn. Ik geef het woord graag aan Sylvia. Wel zeg ik alvast dat aan het einde van alle toespraken koffie, thee, dat er lekkers klaar staat. En u kunt natuurlijk het boek kopen en laten signeren. Goedemorgen iedereen. Allemaal hartelijk bedankt dat jullie sowieso met Veritaal aanwezig zijn bij de boeklancering. Ik ga even vertellen hoe het een beetje ontstaan is. Na 2,5 jaar werk en intensief ermee bezig zijn, is uiteindelijk het boek ontstaan. Het is begonnen op onze huwelijksreis. Toen zei mijn mannetje van, nou Sil, ga nou eens een boek pakken en een pen en ga nou eens even schrijven wat je allemaal weet. Ik denk, ja, schrijven. Ik denk, dat gaat hem niet worden. Maar dan ga ik erover nadenken. Ik denk, ja, nou, je weet inderdaad zoveel van het vak. En uiteindelijk ben ik gaan schrijven en in de muur van tijd stond het allemaal op papier. Ik heb ook hier twee hele lieve zussen. Die waren als eerste getuigen van het ontstaan van het boek. Toen heb ik gezegd van nou, als die klaar is, dan zou ik heel leuk vinden als jullie erbij zijn, Linda en Joan. Leuk. En nou ja, uiteindelijk ben ik vorig jaar eventjes ertussenuit geweest, een weekje. En toen ben ik alles inderdaad gaan uittypen. Nou. En dit is dus het resultaat. En daar ben ik heel trots op. En dan wou ik bij deze, dus mijn eerste exemplaar ook overhandigen aan de burgemeester van Spijkenisse, mevrouw Salet. En dus bij deze. Het is mijn hele eer om het eerste exemplaar nu te overhandigen. Ik hoop dat u er heel veel kan uithalen, want ook voor u is het misschien heel erg interessant. En dan... ja... Ja, Sylvia, heel hartelijk bedankt voor je boek. Het is een bijzonder verhaal, want we hebben net even staan praten. En ik vroeg me af, wanneer begin je met je zo ongelooflijk veel voor borsten te interesseren? En toen zei je eigenlijk al vanaf de 12e, als ze beginnen te groeien, dan meteen geïnteresseerd. En dat is wel leuk, want het is natuurlijk een bijzonder onderwerp. Hè, waar mensen of grapjes over maken, of liever niks van weten. En dan is het ook wel goed en onderbrekend dat je zo'n boek schrijft. Dus ik ga het met heel veel interesse lezen, zoals denk ik heel veel mensen die hier staan. En ik vind het leuk dat jullie allemaal op Sylvia's boek zijn afgekomen. En jullie allemaal ook nog even te gast zijn in onze mooie boekenberg. Jullie zien speciaal voor jullie zijn we de ramen aan het zeven. Dat het er allemaal goed uitziet en dat de zon kan schijnen. Sylvia, heel erg hartelijk bedankt. Ik hoop dat je veel lezers krijgt van een mooie boek. Dan heb ik inderdaad ook nog een belofte gedaan natuurlijk voor de BIEB, omdat we gebruik mogen maken van de BIEB, dus dat we gastvrij zijn, om het eerste leenboek aan Victor, de interim directeur, te mogen overhandigen, zodat er mensen zijn die hem toch willen lezen. Maar blij me om het boek, zeg maar, deze die mag je dan in de bibliotheek neerleggen om dan voor te lenen, alsjeblieft. We zullen zorgen voor een mooie plek. Nou, dan ga ik zo het afronden. Ik ben allemaal hartstikke dankbaar inderdaad dat jullie allemaal aanwezig zijn. Bij deze neem ik zo plaats achter de tafel. Dus wie een boek wil kopen, hij is 1995. En dan wordt hij vandaag ook voor jullie gesigneerd. Bedankt allemaal.